dynamiek in een gemiddelde treincoupé. Iedereen zit in zijn eigen wereld. En we lijken allemaal zo verschillend. En natuurlijk zijn we dat ook. Maar we hebben veel meer met elkaar gemeen dan we denken. Daarom ga ik vandaag in de trein op zoek naar reizigers die elkaar niet kennen. En die ga ik een uitdaging geven om zoveel mogelijk overeenkomsten te vinden. En het duo met de meeste overeenkomsten, dat wint de aflevering en is het treinstel. Ik voel een goede vibe in deze coupé. Ik denk dat ik hier de kandidaten ga vinden. Lijkt het jou leuk om daar mee te doen? Ja, ja, maar wel. Oh ja, prima. Oké, leuk. Ik heb al een hele leuke mevrouw beneden. Oké. Kom met me mee. Oh, langzaam even voorstellen, Loos. Jan Vuiten. Rianne. Waar kom je vandaan? Laat ik zo beginnen. Waar kom ik vandaan? Ik woon momenteel in Hoevelaken, vlakbij Amersfoort. Dat is een moeilijke, hoor. Ja. Ja, ik kom uit Winsum. Ja, bij mijn vader woon ik dan in Mantrum. Mijn ouders zijn er gescheiden. Oh. Ja. Ah. Dus, oh, kijk. Ja. Ja. Maar praat je ook Fries? Ja. Oh, oké. Jij ook? Ja. Oh, die, nou, dan praat ik gewoon met z'n 12 Fries praten, maar... Nee, doe maar niet. Doe maar Nederlands. En u? Ik ben op weg naar Amsterdam. Oké, met een bepaald doel? Met een bepaald doel. Een vriendin van mij is overleden. Oh. Ja, en ze wordt morgen begraven. Kijk. Ja. Ja, dat is een vervelend doel. Een heel naar doel. Ja. 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 Ik ben in de zomervakantie een maand naar Bali geweest, gereisd. Helemaal alleen, dus... We zijn veel met de kinderen ook op reis geweest naar Australië en Nieuw-Zeeland. Oh, is zonde. Hoe kom je erbij? Want het lijkt me echt, als je 18 jaar bent of zo. Oké, met een camper. Ja, dat, zo heb ik dus ook altijd gereisd. Hè. Ik heb jarenlang zo'n camper gehad. En ze zijn erin geboren. Althans twee. Nou, dat is een bijzonder verhaal. Dames, hoe was het? Ja, oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Leuk. Fijn. Zeker. Nou, ik vind het best een beetje ongemakkelijk zo. En waarom dan? Nou, als jullie er niet hadden geweest, had ik nooit hier gaan zitten en zomaar met iemand zo'n gesprek voeren. Nee. En hoe is het nou om dat wel te doen dan? Nou, eigenlijk zou iedereen het gewoon moeten doen. Gewoon bij iemand gaan zitten en een praatje maken. Ja. Hebben jullie overeenkomsten gevonden? Zeker, best wel wat. Ja. We hebben allebei kinderen. Nee, we praten alle twee Fries. We houden allebei van verre reizen. Ja. We hebben beide wel een goede band met familie en zo, denk ik. Vrienden, dat wel echt op nummer 1 staat bij ons. Dat zijn er twee. Bij onrecht, dat hadden allebei hetzelfde. Dat het niet echt voelde als moeder, maar als verdriet. Hardlopen. Ja, hardlopen. Ja, dat klopt, ja. Onze hobby, lezen, allebei. Ik zeg 4 koekjes. Zijn er dingen in het gesprek opgevallen of dat je denkt, oh? Nou, ik had eigenlijk niet gedacht dat hij Fries was. Nee. Ja. Wat had je gedacht? Ja, ik denk dat is een Nederlander. Of nou, ja, hij praat geen Fries. Wat een lekker treinstel. Edith en Chantal, gefeliciteerd. Dagkaarten komen jullie kant op. Tot de volgende. Waar zitten we? Ze hadden een indruk over mij dat ik dus hard ben, asociaal ben, tegen niemand wil praten.